We kijken naar dit filmpje met verschillende LED's die zijn aangesloten op een gelijkspanningsbron in serie met een weerstand. En die weerstand is natuurlijk nodig om de stroom te beperken. De doorlaatspanning van de LED is gegeven, die is 1,8 volt. Dus het is handig als ik die waarde meteen inteken in het schema. 1,8 en 1,8. De stroom moet minimaal 10 mA bedragen en maximaal 15 mA door dit circuit dus. En dan wordt gevraagd naar de waarde van de weerstand. Nou, die kunnen we even terugrekenen. We kunnen nu al bepalen hoe groot de weerstand over, hoe groot de spanning over de weerstand is. Die is namelijk 12 min 1,8 min 1,8. Dat is 8,4 volt. En nu hebben we twee situaties. Situatie 1. De stroom moet 10 mA zijn. En situatie 2 berekenen we de weerstand als de stroom 15 mA moet zijn. Nou, in de eerste situatie is U gedeeld door I. Is 8,4 gedeeld door 10 maal 10 tot de macht min 3. En in de tweede situatie is de weerstand ook U gedeeld door I natuurlijk. De wet van Ohm is 8,4 gedeeld door 15 maal 10 tot de macht min 3. Die ga ik even uitrekenen met de exponentenknop. 8,4 gedeeld door 10 maal 10 tot de macht min 3 is 840 ohm. En in de tweede situatie 8,4 gedeeld door 15 maal 10 tot de macht min 3 is 560 ohm. Nu moeten wij nog de juiste waarde kiezen. Dat is een E12 waarde. Je ziet hier dat het een E12 reeks is. En het juiste antwoord moet dus zijn antwoord D.